Twee trams stonden op 10 maart vorig jaar te wachten op de randweg toen de derde tram erachterop botste. Het onderzoek is gebleken dat de tram ongeveer 25 km per uur reed. Voor trams geldt geen maximumsnelheid, maar de bestuurder wordt ten laste gelegd dat hij gevaarlijk gereden heeft. Hij reed met zijn tram op een te korte afstand van de tram voor hem en is daardoor niet op tijd tot stilstand gekomen toen hij remde en daardoor op zijn voorganger geknald. En dat heeft behoorlijk wat impact gehad, want de mensen die erbij waren die verklaren dat de mensen door de tram heen vlogen. En er zijn meer dan 30 mensen die toch een vorm van letsel hebben opgelopen. Twee van de gewonden liepen ernstig letsel op. Het tramverkeer was lange tijd gestremd. Wat kan die meneer nou, die trambestuurder, nou maximaal voor straf krijgen? Het gaat hier om een overtreding. Een overtreding in de zin van het veroorzaken van gevaar op de weg. Daar zijn verschillende straffen voor mogelijk. Het kan gaan om een geldboete, het kan gaan om ontzegging van de rijbevoegdheid. Of het kan gaan om een hechtenis of een werkstraf. Soms wordt een combinatie van die straffen opgelegd. De trambestuurder heeft na het ongeluk een andere functie gekregen. Volgens de RET is dat in goed overleg gebeurd. De schade van de reizigers is door de verzekering van de RET betaald.